Goedemorgen. Ja, je ziet het al, ik zit met een vliegende schotel op mijn hoofd. Hoe komt dat? Het is vandaag Internationale Dag van de Ruimtevaart. Ja, daar kunnen we natuurlijk wel wat mee. Raket, een vliegende schotel of maan en sterren, maar die hebben we laatst al een keer moeten tekenen. Of moeten tekenen, getekend. Satelliet. Laten we maar gewoon wat gaan tekenen. Doe je lekker weer mee? Ja, vandaag Internationale Ruimtevaartdag. Ruimtevaartdag. Nou, we hebben al eens een keer een raket getekend. We hebben laatst die planeten getekend en sterren. Laten we nou eens een astronaut tekenen, omdat het vandaag een ruimtevaartdag is. Nou, we beginnen al met zijn helm. De helm, dat is natuurlijk een rond ding, maar het spiegelt als een gek. Dus zo. En dan zitten er nog wat landschapdingetjes zo in. Nou goed. Een randje omheen zo. Dan heeft hij natuurlijk nog van alles bij. Eraan zitten aan zo'n pak. Hop. Zo. Nou, twee armpjes. Dat zijn natuurlijk een beetje... Zo'n pak is best wel dik en zwaar. En zo'n astronaut zit best goed ingepakt. Dus handschoenen aan. Zo, en daar zit natuurlijk ook weer van alles op en aan. Aan apparatuur en slangetjes en... Zo. Nou, ik merk wel, hij past niet helemaal op mijn velletje. Maar... Er zit hier natuurlijk ook weer van allerlei dingen aan zijn broek. Aan die heupgordel. Dingen waar ze met die handschoenen weer helemaal niet aan kunnen waarschijnlijk, maar goed. Ik zeg al, ik teken nu er natuurlijk ook maar wat, want ja, hoe zo'n astronaut eruit ziet... Ik ben nooit mee geweest naar de ruimte. Dus ja, je kan natuurlijk ook wel weer dat opzoeken en gedetailleerd verder nog gaan tekenen. Maar ik vind het wel een aardige astronaut. Nou, dan zit hij natuurlijk ergens op de maan. Die hadden van de week al getekend natuurlijk, de maan. Maar het is wel leuk om dat nu zo als achtergrond te hebben. Zo, een beetje die kraters zo op de maan, hè. En dan weet je wat dan ook weer leuk is, als we daar dan zo'n marshmallowtje inzetten, die dan naar hem kijkt. Zo van, hé, wat doe jij hier? Sterretjes.
Je kan daar natuurlijk nu geen maan verder bij tekenen, want die hebben we al, hè. Daar loopt die astronaut op. Goed, de ruimtevaart. Verzin zelf nog. Je zou natuurlijk ook in plaats van een astronaut een marsmannetje kunnen verzinnen. Ja, ik ben natuurlijk helemaal vrij in. Ik zie jullie morgen in de volgende video. En ik wens jullie veel succes bij het tekenen van ruimtevaart. Tot morgen!